Maar ja, waar moest ik heen? Waar was ik veilig? Waar vond ik soelaas? Soelaas! Weet je waar? In mijn hoofd. In mijn eigen hoofd. Want daar was een plek waar ik altijd veilig was. Waar alles fijn, harmonisch en warm was. Het Sprookjesbos. Ga met me mee naar Sprookjesbos, daar is alles mooi en fijn. Vlucht met me mee naar Sprookjesbos, ja, daar zullen we gelukkig kunnen zijn. Ja, ja. En in het Sprookjesbos, daar was alles mooi en prachtig en veilig en harmonisch. Je had daar prachtige landschappen. Van die prachtige, mooie, grote, vriendelijke bergen. En van die lieve riviertjes. En van die kletterende watervallen. En alles in het Sprookjesbos, alles was zacht. Alles was zacht. Dus de lucht ook al, hè, die was al... Dus dan... Van die... Zo zacht. Zacht. Zachte lucht. Maar de grond ook, hè, die was ook zacht. Dus als je viel, dan was het niet van boem. Nee, dan was het echt zo van... Ja, dan had je van die zachte rotsen. En dan voelde je zo... zachte rots. Een zachte rots. Dat is een zachte rots. Wat een zachte rots. En dan ging er een andere rots. En dacht je, nou, kan toch niet dat die nog zachter is? Jawel, jawel. Nog zachter. Dan had je van die grote, zachte bomen. En dan kon je dan helemaal zo... Van die zachte bladeren, die kon je dan zo langs je lijf zo... En in die zachte bomen, daar zaten de vogels. En de vogels, die zongen hun lied. En dat niet zo van... Nee, maar echt... Nou, en dan voelde ik me zo veilig in dat Sprookjesbos. En dan huppelde ik door het Sprookjesbos en dan kwam ik daar allemaal hele leuke, lieve, interessante figuurtjes tegen. Hoi, hoi, Sprookjesbos. Hoi, hoi, Sprookjesbos. Hoi, hoi, Sprookjesbos. Hé, hey, hallo? Het is de eekhoorn. Hallo, eekhoorn. Wat ben je aan het doen? Ik ben... eten aan het verzamelen voor de winter. Ach, wat leuk. En verder? Verder niks. Ja. Sprookjesbos, hoi, hoi, Sprookjesbos. Oh, kijk, het is de olifant. Oh, olifant, wat ben je toch groot. Wat? Ik zeg, wat ben je toch groot? Ja. Ik bedoel, vergeleken met andere dieren. Groot. Ja. Oh, kijk! Het is de uil! Hé, hey, uil! Waar ga je het... Doei! En weet je, het fijne van het Sprookjesbos was dat alles helder was. Goed was goed en slecht was slecht. Nou ja, en dat gebeurde ook nooit na. Dat is niet helemaal waar, want er waren af en toe waardig van die kleine incidenten. Bijvoorbeeld toen de vos de kip had opgegeten. Toen gingen het konijn en de uil, die gingen naar het huisje van de vos. En klopten ze aan en deed de vos open. En toen zei het konijn, ja, vos, jij hebt de kip opgegeten. Dat is absoluut verboden, dat mag niet. En daarom moet jij nu het Sprookjesbos verlaten. Oh, ja, dat is goed. Dan pak ik even mijn spullen, zei de vos. Dus de vos pakt zijn spullen. Maar toen stond de vos met zijn spullen in de deuropening. En toen zei hij in één keer...
Ja, ik zat nog even te denken van waar je aan zegt van dat ik daar weg moet en alles. Maar ik zat even te denken van, is anders eventueel, in principe van wat jij dan zegt van, eventueel ook, omdat ik zat meer vanaf mijn kant af denk dan, dat ik zat te denken van, is eventueel ook, omdat de heer dan zegt van weg moet halen, maar zal ik meer denken van, wat jij dan zegt van, dat ik dan weg moet halen, maar zal ik eventueel ook mogelijk, dat ik, in plaats daarvan, wat jij dan zegt van, dat ik dan weg moet, dat ik dan in plaats daarvan, ja, zeg maar, blijf, zeg maar, kan dat ook? Ja. Ja, nee, zei het konijn. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, Vos. Nee, je hebt de regels overtreden op een verschrikkelijke manier. Je moet nu gewoon je biezen pakken en vertrekken. Ja, dat is aan zich helder. Maar ik zat meer vanaf mijn kant af te denken. Ik dan, omdat jij dan zegt van gaan, zat ik meer te denken van niet gaan. Is dat een manier? Ja, nee, ja, luister. Vos, op deze manier komen we er niet uit. Ik vind, toen kwam de hagedis. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Wij praten hier even met de Vos. Die heeft de kip opgegeten en dan moet hij Sprookjesbos verlaten. Maar hij wil niet weg. Kom, we gaan dansen. Ik kan toch niet gaan dansen nu? Ik moet toch deze situatie hier oplossen? Ja, maar ik wil dansen. Nee, dan ga jij maar dansen in je huis, dan komen wij zo. Ja, maar ik heb nog helemaal geen dansplaten. Hier heb je de sleutels van mijn huis. Ga daar maar dansplaten halen en dan komen wij zo naar je huis, oké? Okay? Oké, okay, doei! Ja, doei! Ja, Vos. Vos, wat begrijp je nou niet? Het is toch volkomen duidelijk? Jij doet iets verschrikkelijks. Daar staat een straf op. Je moet nu gewoon je spullen pakken en vertrekken. Ja, maar is dan eventueel ook goed dat ik dan ga, maar dat ik dan gelijk weer terugkom? Vos, luister, ik begin er een beetje moe van. Toen kwam de reus. Hallo? Wat zijn jullie aan het doen? Wij praten hier met de Vos. Die heeft de kip opgegeten en dan moet hij Sprookjesbos verlaten, maar hij wil niet weg. Oh. Hoe heette die? Wat bedoelt u? De kip. Hoe de kip heette? Ja. Ja, kip. De kip. Oh. Doei. Vos. Vos, nu voor de allerlaatste keer, pak je spullen en verdwijn. Ja, ik ga nog even in bad, even over nadenken. En dan kom ik zo... Nee, je gaat nu... Toen kwam de leeuw. Hé, hey, mensen. Alles goed, mensen? Ja, alles goed met jou, leeuw? Ja, ja. Ja, nee, ja, is goed, ja. Nee, is goed. Is goed. Leeuw, is er iets of zo? Nee, is goed. Leeuw, ik merk dat er iets is. Vertel op, wat is er aan de hand? Nee. Leeuw, voor de draad ermee, wat is er? Ja, ik heb aids. Kan ik dan nou blijven? Nee, Vos! Jezus, leeuw, ja. Doei! Vos. Ja, Vos, weet je wat, blijf maar gewoon. Maar onder één voorwaarde. Vanavond is er een groot dansfeest in het huis van de hagedis. En daar gaan we allemaal naartoe en we gaan allemaal dansen tot in de kleine uurtjes. Behalve jij, Vos. Want jij gaat de hele avond voor ons plaatjes draaien. En dan de volgende ochtend, meteen als je wakker bent, ga je naar het huis van de leeuw. Om hem te helpen. Om hem te steunen met zijn ziekte. En zo geschiedde. En sinds die tijd stond hij bekend als DJ Buddy Fox. En de rust keerde weer. In het sprook.
Sprookjesbos. Haha. Is nog altijd mooi dat story aan kan tolen. Ik bruist niet de buurt. Heilers bruisten de buurt. Heilers bruisten de buurt. Heilers bruisten de buurt. Kijk. Nee. Nee, als zo moet... Nee. Afschuwelijk applaus. Een dood applaus.